De Nederlandse elektrische Lok NS 1200 uit periode 3 verschijnt als volledig nieuw model in Spoor N bij uw modelspoorwinkelier. De NS 1200 is een zesassige elektrische locomotief, gebouwd door Werkspoor in 1952 en 1953. De locomotieven waren tot 1998 in dienst bij de NS. De dakuitrusting is zeer gedetailleerd uitgevoerd. In het bijzonder vallen de tot in detail nagebootste pantografen, elektrische leidingen en isolatoren op. De NS 1200 overtuigt door de hoge detailleringsgraad, het strakke lakwerk en de leesbare opschriften. Het model komt in elk detail overeen met het grote voorbeeld. De handgrepen aan de voorzijde en op de zijwand zijn los aangezet. Deze dragen daardoor positief bij aan de totaalindruk van het model. De Pico NS 1200 heeft een metalen chassis. Deze geeft het model uitstekende rij-eigenschappen en een goede grip op de rails. De lok wordt aangedreven door een krachtige motor met twee vliegwielen, die ook zorgen voor een rustige uitloop tijdens het stoppen. Voor de verhoging van de trekkracht zijn twee diagonaal geplaatste anti-slipbanden gemonteerd. De draaistellen zijn tot in detail nagebootst. Het model is uitgerust met een kortkoppelingsschacht volgens NEM-norm. De NS 1200 is voorzien van een Next 18 digitale aansluiting. Alle functies zijn via een passende decoder schakelbaar. Het model is voorbereid voor een sounddecoder met luidspreker. Deze kunnen op eenvoudige wijze in het model worden geplaatst. De NS 1200 is voorzien van LED-verlichting. Deze wisselt van wit frontsein naar rood sluitlicht, afhankelijk van de rijrichting. De cabineverlichting is apart schakelbaar. De NS 1200 kan op uw modelbaan worden ingezet als trekkracht voor goederentreinen of personentreinen, met name sneltreinen en intercitytreinen. Van de NS 1200 zijn een aantal exemplaren bewaard gebleven als rijvaardige museumlocomotieven.